Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdagavond en ik sta in de keuken en ik heb net boodschappen bezorgd gekregen. Het zijn heel veel boodschappen. Ik wilde namelijk alle keukens die wij hier in thuis hebben. Het zijn er echt een beetje veel. Die wilde ik een beetje gaan inladen. Met name de koelkasten met flesjes water op elke verdieping. Want we slapen nu nog steeds in het souterrain beneden. Omdat het hoofdbord van ons bed nog gefixt moet worden. En ze zijn er nog kasten aan het bouwen. En dan hangt daar net iets te veel stof. En beneden heb je dus naast de logeerkamer waar wij dus slapen. Heb je een gym en in die gym daar zit dus een uitgebreide keuken met een koelkast. En ik ga er 's nachts nogal vaak uit. Door deze hier. En dan heb ik dus ook weer onwijs dorst en een droge mond en zo. Dus ik wilde even overal flesjes water neer gaan zetten. Dus toen ging ik even online boodschappen bestellen. En before I knew it had ik zoveel boodschappen. Dus dat ga ik nu eventjes uitpakken. Niks uit eten. Alexis is onder de pannen. Dus ik ga eventjes huisvrouw spelen. Zo. En nu heb ik besloten dat ik niet meer alle trappen op en af ga om dit weg te zetten. Maar dat is een klus voor Nick. En nu ga ik lekker het bad boven vol laten lopen. En even lekker chillen. Het is zaterdag en wij zijn onderweg naar mijn zus Marloes. Want Tobias is jarig en dat vieren wij. Dus we zijn onderweg. We hebben mega in de file gestaan. Dus ik ben eventjes bij Alexis achterin gaan zitten. Want het was, vond ze gezellig. Maar ondertussen is ze afgeleid door de iPad. Dus ik ga zomaar weer voorin zitten. Maar mijn zus die woont dus in Antwerpen. Dus dan ben je toch al wel zeker drie uur onderweg op één dag. Maar het is het allemaal waard. We kunnen de kids lekker samen spelen. We hebben vanmorgen in huis iedereen weer aan het werk gezet. En zijn zelf dus eventjes de deur uit. Happy weekend allemaal. Novee, wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie Anna en Elsa soms? Wie is er dan Elsa? Wie is er Anna? Anna en Elsa. Ja, is dat goed, Novee? Oké, fijn. Fijn dat jij zo mega aan het kind zet. Nou, niet altijd. Boos kijken. Zo. Snoep op je leven. Snoep op je leven. Oh, je moet wel even je vampierenmuts op, Alexis. Ja, anders stelt het niet. Anders stelt het niet. Snoep op je leven. En zo je arm omhoog. Snoep op je leven.
Wat ga je doen? Vertel eens. Alexis. Waar ligt mijn jas? Oké, Alexis. Succes, hè? Wauw, Alexis. Wat een goede score. En jij? Wat is hij dan? Dan wat ben je aan het doen dan? Zo goed. Knap hoor. Good morning. Ik heb net de mom run gedaan. Dus Alexis weggebracht. En ik had een klein beetje haast. Want mijn accountant stelde het toe verlaat. Johan die zit op mij te wachten. Die staat al bij mij voor de deur. Want normaal brengt Nick Alexis weg en haal ik op. En dat moest nu eventjes onverwachts andersom. En dat is helemaal prima. Oh, ik heb vandaag een administratiedagje. En daar word ik altijd heel rustig van als ik dat achter de rug heb. Dus ik ga nu naar huis racen. En dan ga ik lekker met Johan aan de slag. Hey al, het is woensdag vandaag en zoals jullie kunnen zien ben ik thuis en ik zit op een van mijn nieuwe lievelingsplekjes in het huis die ondertussen ook bijna klaar is. Ik zit namelijk in de lounge in onze slaapkamer waar ik strakjes vanaf deze bank denk ik heel wat voedingen ga doen voor de kleine baby. Dit hoekje, zeg maar, is bijna af. En dus, nou, eergisteren ongeveer een beetje klaargemaakt. Dus mijn vanity table, die heeft een makeover gekregen. Die was voor ons vorige huis custom made gemaakt daar. En ik heb echt bewust deze tafel een nieuw plek gegeven. Weer vol voor een raam met wederom een hangende spiegel, nog steeds helemaal verliefd daarop, maar allebei net eventjes weer anders. Dus er zit nieuw, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, er zit nieuw behang, zit hierop. Heel cool behang van Elite. Hij is helemaal gespoten, dus hij is nu matching met de andere items en de inbouwkasten in het huis. Hetzelfde geldt voor de spiegel. Het is ongeveer hetzelfde systeem en weer voor mij op maat gemaakt. Met een nieuwe vorm spiegel, ietsjes slanker. Maar wel weer even functioneel. Er komt hier nog een hele mooie stoel. Er wordt Elektra nog aangesloten weer. Dat zit er allemaal klaar, zodat ik hier ook lekker kan gaan zitten. Mijn haar te feunen en mijn haar te krullen. Voor jullie beeldvorming. Daar is het bed, zeg maar. En aan die kant zit dus de walk-in closet. Ik zal jullie zo meteen even laten zien wat nu de status is. Maar deze kast, die is dus wel opnieuw. Die is dus wel nieuw. Die hebben jullie nog niet in deze staat gezien. Dus hier zit een mooie bronzen spiegel achter met marmeren schappen ertussen die heel speels verspringen. Ja, ik ben echt verliefd op dit mooie design. Dit komt dus uit de koker van Appie. Hij had hem zo ingetekend en bedacht en ik was op slag verliefd, dus die hebben we laten maken. Hier wilde ik per se nog een extra stukje kast. Je kan nooit genoeg kastruimte hebben met lades. En dan gaat de wand over in dus een pantry die nu ook steeds meer af is. Dus ook met mooi marmerblad en het mini vaatwassertje zit erin. Het koelkastje, of de koelkast moet ik zeggen, zit erin. En ook de bronzen spiegel hier. De koeker, waar ik ontelbaar veel flesjes gemaakt 's nachts. Maar ook
kopjes thee ga zetten voor mezelf. Maar ik ben zo blij dat het steeds meer af begint te worden. Deze moeten nog geïnstalleerd worden, de shutters hier voor het raam. Dit raam was dus niet bestaand. Maar daar hebben we dus een raam in laten zetten. Exact hetzelfde als de andere ramen, zeg maar. Dus dit ziet er nu nog eventjes zo uit. Maar dat wordt met mooie ingebouwde spots en dus de shutters wordt dat strakjes helemaal afgemaakt. Zo. Nou, en terwijl ik dus thuis ben, was Masha, as we speak, op kantoor. En dankzij haar ben ik nu thuis. Want zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen, hebben Masha en ik samen onze mooie nieuwe collaboration, de zwarte uitvoering van de Masha Planner, gelanceerd. Nou echt, insane wat er is gebeurd gisteren. We hebben hem gelanceerd en in één dag hebben we evenveel verkocht als dat we de vorige keer überhaupt hadden besteld aan aantallen. Dus elke keer wordt de planner ook echt weer populairder. Maar Masha en ik wilden alsnog een video weer samen opnemen zoals elke keer. En deze keer zei Masha: Josh, ik weet het niet, maar je had al lang met verlof moeten zijn. En ik maak die video zelf wel. Ik wil gewoon dat jij lekker thuis bent. Gun mij dat plezier en zorg alsjeblieft goed voor jezelf. En ik vond het zo lief eigenlijk. Ze forceerde mij om een soort van thuis te blijven. En ik vind het zo moeilijk om afscheid te nemen van kantoor en daar dan zo min mogelijk meer naartoe te gaan. Maar door de manier waarop ze dit deed en eigenlijk mij forceerde om gewoon niet naar kantoor te komen vandaag. Ben ik wel ietsjes geruster. Dus ik had wel een zakelijke afspraak net met Helga, maar die is hier lekker naar mijn huis toegekomen. Dat scheelde mij natuurlijk ook weer een heleboel reistijd. En dan hebben we vanmiddag nog de oplevering van ons huis hier, de officiële oplevering. Maar ja, en anders had ik echt een soort van heen en weer moeten racen en had ik meerdere afspraken op kantoor die ik nu allemaal digitaal heb gedaan. En dat geeft mij toch wel echt een heleboel rust. Dus ik ben wel heel erg dankbaar voor mijn vriendschap met Masha en hoe zij dus met mij omgaat. En zij houdt me altijd wel letterlijk een spiegel voor. Dus dat was wel heel erg lief. Dus aan de ene kant vind ik het heel erg jammer dat ik niet in de collaboration video zit van onze gezamenlijke planner. Maar dat komt door Masha. En Masha die zei: ik weet zeker dat al mijn volgers het volledig begrijpen. Want over een paar weekjes, 4 tot 6 weekjes, moet ik een dochtertje weer op de wereld zetten. En ik ben nog veel te hard aan het werk. En het is hier natuurlijk thuis ook echt super druk. Dus heel lief en heel fijn om dat soort lieve mensen om me heen te hebben. Maar dan weten jullie dat ik minstens zo enthousiast ben over deze planner als de vorige. Alleen zit ik dus niet in de video. Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie de allernieuwste Masha Planner. En je herkent eruit wellicht wel, dit is de Joshi Masha Planner. Ik film dit in mijn eentje. Normaal doe ik dit samen met Josh. We hebben natuurlijk eerder planners uitgebracht die het fantastisch deden. Echt de meest succesvolle planners ooit. En dan zaten we samen en weet je, gingen we samen uitleggen. Alleen, ik heb tegen Josh gezegd: het is klaar nu. Jij gaat nu naar huis, je gaat op bed liggen, je gaat niet meer werken, je gaat niks meer doen. Want deze vrouw is zo, die is zo druk, die doet zoveel, die is hoogzwanger, die moet gewoon met verlof. Dus bij deze, ik film hem met mijn eentje. Er zijn nog zullen mensen dat niet stom vinden. Deze, nee, niemand vindt het raar dat jij nu rust neemt. Je verdient rust. Ga liggen, ga slapen. En je gaat gewoon lekker rusten. Dus ik doe het lekker met mijn eentje. Ik neem aan dat helemaal niemand dat gek vindt of raar vindt. Dus ik ga jullie de planner laten zien. En dit is hem. De zwarte editie. Vorig jaar hebben we natuurlijk die cream versie uitgebracht. En dat was de meest succesvolle Masha planner ooit. Die was geloof ik in 6 uur uitverkocht.
Dit is de planner. De zwarte, meest aangevraagde kleur ooit van de Washi Planner. Iedereen wil altijd zwart, omdat dat zeg maar ja, zakelijk, neutraal is. Ik heb het altijd willen doen, maar ik wilde nooit een basic, gewoon plat zwart. Ja, ik moet dan gewoon denken aan... Ik vind dat gewoon niet per se iets uitstralen of zo. Ik weet niet, er moet altijd iets gebeuren. Ik heb altijd metallic in mijn planner en zo. En toen de cream versie zo populair was vorig jaar, toen hebben we een poll gedaan op Insta van zouden jullie hem weer willen en dan eventueel een andere kleur. En het was echt 50-50. Mensen wilden cream of een andere kleur. En toen kreeg ik al heel veel DM's van ja, zwart. En ik zei al, ja, heel veel mensen willen zwart, Josh. Dus uiteindelijk hebben we dus dit jaar de zwarte gelanceerd. Ja, jullie favoriet in combinatie met de meest aangevraagde kleur ooit. Dus ik ga met jullie doornemen. En de link staat hieronder om te bestellen. Nogmaals, wees er op tijd bij. Let's go. Alright, dit is de nieuwe Josh V Masha Planner. Hij is dus zwart. Ziet er hetzelfde uit verder qua patroon als de planner van vorig jaar met de cream. Hier ook zwarte ringen. Voor, achter, hetzelfde. Een elastiek. We hebben goud. Dan is dit de binnenkant. Dan hebben we hier het mapje. En daar zit het volgende in. Het masterplan boekje. Dus notitieboekje. Super mooi zo. Dan hebben we de gouden letters. En de stipjes, hartjes en sterretjes. En de twee kaartjes. Die zien er zo uit. Die kan je ook mooi neerzetten of ophangen. Terug erin. Dan gaan we door. We hebben hier de contactpagina. Hashtags. Ad. Dan de maanden. En zoals je ziet, de kleuren van binnen zijn niet per se zwart-wit. Het zijn wel echt de Josh V kleuren. En we hebben nog steeds vakjes erin. Dit is blanco. Dit kan je allemaal zelf invullen. Hier zie je alle kleuren. Deze bijvoorbeeld heel mooi donker ook. En dan hebben we hier de week spread met dit lettertype. Echt van die Josh V kleurtjes. Naturel, neutraal. Ik weet dat veel mensen ook vragen om een zakelijke planner. Nou, als er eentje er zakelijk uitziet, dan is dit het wel. Nou, dit gaat dan zo door. Dan hebben we natuurlijk de notitiepagina's in dezelfde kleuren. Dan de maandstickers. Dit zijn ze. Dan de to-do goals. Zoals jullie weten, die van Josh V heeft er iets meer. Ze heeft wat extra dingetjes bedacht. Dan de blanco stickers. Mat, daar kan je op schrijven. En dan deze, waar ook goud tussen zit. En deze, mooi neutral, een beetje zalmkleurig bijna. En dat is hem, dit is de achterkant. Nog eventjes een kleine sneak peek hier in de dressing. Wat daar nu de status van is. Maar die is dus niet af nog. Wat ik al zei. Zelfs niet alle deuren zitten erin. Maar het begint er steeds meer op te lijken. Hier komt dus nog een eiland te staan. De mooie kroonluchter die hangt. Nou, en ik ga mij nu... Oh ja, de traploper hebben jullie volgens mij ook nog niet gezien. Met mijn sloffen hier. En ik ga nu racen. Dus ik ga eventjes een ander moment een uitgebreide update weer geven van het huis. Want we hebben dus de oplevering.
vandaag. Tot later. Doei doei. Zo, Alexis, gaan wij even lekker thee drinken. Oh, dit is Elsa's huis? Daar mag je met blote voeten. Alleen maar met blote voeten op de sokken. Met sokken ook? Nou, het kleed is geleverd. De tafeltjes nog niet, vandaar dat ik net even twee kussens lekker op de grond heb gelegd. Want Alexis is helemaal blij met het kleed. Dus die wil lekker gaan liggen. Ja, jij mag die. Doe je speen maar even uit, want je gaat nog niet slapen. Alexis heeft door het weer helemaal rode wangetjes en rode lippen. Dus ik ben flink aan het smeren met calendula. Gaat hij goed verder met je? Wil je niet lekker op de kussens liggen? Ja, hè? Dat lijkt me een beter idee. Met je rode wangen. Ga maar lekker liggen. Nou, we kijken met z'n allen Gabby Kat. Dat is het favoriet programma van Nick. Zullen we anders... Kipkat van de dag. Nou, zo zag ik het ongeveer voor me. Daar zo in de kinderhoek. Daar komt een tv op pootjes, op kinderhoogte zeg maar, die we kunnen verplaatsen nog. Dus ook als je een keer daar tv wil kijken of straks als we lekker weer eens in de tuin. Een soort van mobiele tv op pootjes. En dan lekker die kussens ervoor voor de kids als die een keertje tv willen kijken. Want dit is onze tv eigenlijk. Dit is onze hoek. Maar goed, Alexis die mag hier ook zijn. Is het lekker, Alexis? Hallo. Alexis, is het lekker? Ja, wat zeg je dan? Dankjewel. Lekker, mam. Thanks. Zo, en nu ga ik even lekker lang uit. Na deze lange dag weer. Ik heb ook nog een kopje thee voor jou hier, Alexis. Zelf ook lekker wat fruit. En een kopje thee. En dan over 10 minuutjes ga jij naar bed, Alexis. Dus je mag nog even lekker fruit eten, oké? Okay? Hallo, hallo. Het is vandaag donderdag. En ik heb vanmorgen even thuis gewerkt. Beetje gewerkt, niet te hard. Omdat het officieel al mijn verlofweek zou zijn. Maar ik heb voor deze week had ik alle eindejaarsgesprekken ingepland met mijn fantastische MT-team. Of MT-management-team. Zodat ik alles goed kon overdragen, afronden en dat iedereen gelukkig zeg maar het jaar uitgaat. Want daar kan ik natuurlijk niet echt bij zijn. Dus dat gaat allemaal goed. Dat is allemaal deze week. Maar ik kan het lekker vanuit huis doen en dan bel ik in en dat was heel erg fijn. Maar toen ben ik net wel eventjes op en neer geweest naar mijn nagelstylist die nog in Amsterdam zit. Want ik heb die afspraak ingepland. Weken geleden denkende dat ik al met verlof zou zijn. Dus ik heb net eventjes mijn nagels kort laten maken. Want die waren echt mega lang geworden door dat biap. En nu zijn ze dus voor mijn doen heel kort. Maar dit is dus mijn eigen nagel met een laagje erop. En ik heb eventjes voor de netheid een soort van klein randje French erop laten zetten. Ik moet weer helemaal wennen hoe kort ze zijn. Maar ik dacht, ik moet er ook alvast een beetje aan gaan wennen. Want ik heb straks gewoon een babytje. En dan moet ik weer allemaal poepie diapers gaan verschonen. En dat kan natuurlijk niet met van die lange nagels. Dus ja, maar goed.
tijdens dit autoritje met mijn handen zo op het stuur. Zo ben ik er al een beetje gewend aan geraakt. Ik ben er wel heel erg tevreden mee. Het is in ieder geval weer netjes. Stuk praktischer dan die lange nagels. Dus ik weet niet eens of ik nog wel ooit terug wil naar lang. Dit is gewoon wel echt makkelijk. Maar het groeit dus echt als kool. Natuurlijk omdat ik zwanger ben, dan groeien je nagels extra snel. En je haar, daarom heb ik ook echt mega uitgroei. Dus ik moet binnenkort ook echt weer naar de kapper. En ook die afspraak staat al ingepland. En ik kreeg dus net een berichtje van mijn team. Dat ik vrijdag volgende week klaar moet staan. Omdat ze een soort van verrassingsuitje hebben gepland met Josh V. En eigenlijk zou dat andersom zijn. Maar ik had wat hulp ingeschakeld om dat te plannen. Dus ik zou zeg maar mijn team verrassen met een uitje. Dus ik had even met een projectgroep dat zeg maar onderverdeeld. Dat we dan samen iets gaan plannen voor het team. Maar nu word ik dus zelf verrast. Dus ik moet klaarstaan volgende week. En dan ga ik afscheid nemen zeg maar van het team. Dat is sowieso de bedoeling. En dan is het een soort van vervroegd Sinterkerst jaarafsluitingsding wat we normaal in december doen. En nu dus helemaal naar voren geschoven vanwege mijn verlof. Maar nu kan ik mijn nieuwsgierigheid bijna niet bedwingen wat we nou gaan doen. Want het was de bedoeling dat ik daar gewoon bij betrokken zou zijn. Maar goed, stiekem ook wel echt heel erg lief dat ze dat natuurlijk allemaal achter mijn rug om aan het regelen zijn. Ik was van plan dat deze week om me gaan te bedenken van wat gaan we doen met ons bedrijfsuitje. En ook zeker in verband met die dikke buik van mij. Ik weet nog dat ik 3 jaar geleden, toen ik dus zwanger was van Alexis, toen was het 40 graden buiten. Een paar dagen voor mijn bevalling had ik toen mijn bedrijfsuitje met het team. En toen heb ik een boottocht gepland en een diner bij mama Kelly. Nou, ik weet niet hoe ik die dag heb overleefd eigenlijk. Maar ik weet wel dat mijn enkels zo dik waren aan het eind van de dag. Omdat het zo warm was buiten. Maar dat gaan we deze keer vast anders doen. Aangezien het nu winter is. Alright, ik ben dus weer thuis aangekomen. Gisteren was de oplevering van ons huis. Daar hebben we even alle puntjes doorgenomen die nog gefixt moeten worden. Omdat het gisteren voor 90% klaar was. Nou, daar zijn we al paar kleine vertragingjes van een badkraan tot aan nou ja, her en der een glazen deur. Ik had het jullie eventjes laten zien. Maar verder gaat het gelukkig dankzij Appie allemaal best wel heel voorspoedig. Dus ik ga nu naar binnen. Ga ik nog even een paar mailtjes versturen. En dan ga ik eventjes nog kijken wat Appie vandaag allemaal voor elkaar heeft gekregen. Want die was de hele dag weer hier thuis om iedereen aan te sturen. En dan ga ik Alexis ophalen van de opvang. En dan heb ik morgen een echte mamadag samen met Alexis. Want Alexis is dan vrij van schooltje. En ik heb op 1 zakelijke meeting in de ochtend, digitale meeting, niks ingepland. Zodat ik eventjes lekker mijn aandacht aan Alexis kan geven. En daar heb ik super veel zin in. Dus dat is mijn planning. Zo, nou, bijna tijd om Alexis op te halen. Maar ik wilde nog eventjes mijn outfit met jullie delen. Want ik heb dit te leuke jasje aan. Van Josh V. Wie had dat gedacht? Met daaronder een oversized blouse van Josh V. Alles plopt hier lekker in beeld uiteraard wat ik aan heb. Mijn cowboylaarzen van Josh V. En mijn zwangerschaps broek, niet van Josh V. Maar is die eigenlijk wel van? Misschien wel goed om te delen. Misschien van H&M of zo. Die zijn nog van tijdens mijn vorige zwangerschap gewoon skinny's online besteld. Hier gaat alles voorspoedig. Appie is lekker bezig. In huis met de aannemer. En ik ga nu Alexis ophalen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie er nog 1 keertje aan helpen herinneren dat de planner dus heel hard gaat. En dat dit natuurlijk een fantastisch cadeau is voor de aankomende feestdagen.
En als je hem niet wil missen, dat het goed is om er even over na te denken om hem nu al te bestellen. Want dan weet je zeker dat je die cadeau kan doen of aan jezelf lekker kan geven voor onder de boom. En dan wil ik jullie ook een heel fijn weekend toewensen. Want die van mij begint morgen na 11 uur. Dan ga ik lekker genieten samen met Alexis. Daar heb ik heel veel zin in. En ik ga er nu lekker ophalen om dan ook lekker met te knuffelen. Dus ik spreek jullie later. Super bedankt weer voor het kijken. En tot volgende week. Focus on the bright side.